Zaterdag 20 mei zong het Ooijse gemengde koor voor het allerlaatste tijdens de mis van 7 uur in de Sint-Hubertuskerk in Ooij. Het koor werd opgericht in maart 1977 als voortzetting van een langer bestaand mannenkoor. Helaas ziet het koor zich nu genoodzaakt te stoppen. Na de mis werd afscheid genomen onder het genot van koffie met gebak in dorpshuis De Sprong. Als we van iemand afscheid moeten nemen met wie we een heel goede band hadden, zal die band betekenis blijven houden. Misschien zelfs verdiept worden in het licht van de eeuwige vreugde. En als we van een koor afscheid moeten nemen dat zoveel jaren mooie zang heeft kunnen en willen verzorgen, dan is dat geen afscheid van de onderlinge mooie band. Namens de parochie wil ik Gemengd Koor Ooij heel hartelijk danken voor ruim 45 jaar toegewijde zang in deze kerk en de kantorij voor ruim 25 jaar. Graag een applaus voor Gemengd Koor Ooij en de kantorij. Ik ben 1980 bij het koor gekomen, dus dat is een hele tijd. En ik was een trouwlid. De messen die we instudeerden. En nu, met mijn vriend, zingen we iedere zondag. Ik bied aan die man. Ik ken nog geen stem meer. Dat wordt nog iedere zondag bij mij in huis gezongen. En vanwege de corona, toen ben ik ook gestopt. Want ik had geen stem meer. Ik zeg, nou is het helemaal afgelopen. Maar...